Op basis van de voorlopige telling van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn landelijk de volgende resultaten bekend. De VHP heeft 20 zetels, de NDP 16, ABOP 7, NPS 4, BEP en PL 2 om 2. In Paramaribo zijn de resultaten nog niet verwerkt, terwijl in Wanica dat deels is gedaan. In Kommewijnen heeft de VHP 2 zetels, de NDP 1 en PL 1 zetel. In Ikeri is de VHP ook aan top met 4 zetels. De NDP is teruggevallen naar 1. In Saramaka heeft de VHP 2 zetels en de NDP 1. In Koroni heeft Palu het moeten afleggen tegen de NDP. De Paarse Partij heeft beide zetels van dit district veroverd. In Para is de NDP teruggevallen van 3 naar 1 zetel. De VHP en ABOP hebben elk 1 zetel veroverd. In Brokopondo is de NDP ook teruggevallen naar 1 zetel, wat inhoudt dat 3 partijen nu elk een zetel hebben, namelijk de NDP, de ABOP en BEP. De ABOP heeft haar positie in kiesdistrict 7, Marwijnen, behouden met 2 zetels en de andere zetel gaat naar de NDP.